Nou, Janine, dan zitten we nou eigenlijk een beetje in jouw ruimte. Yes, mijn binnenruimte. Jouw binnenruimte van de afgelopen 40 dagen tijd. Ja. Heb je ons een beetje begeleid, zo één keer in de week. Samen met Chris hele mooie stiltemomenten voor ons georganiseerd. Hoe heb je dat ervaren, om dat te doen, om dat te maken? Nou, tweeledig. Ik heb er zelf heel erg van genoten om thuis daar helemaal in te duiken. Ik heb een heel klein studeerkamertje en dan had ik mijn YouTube en mijn playlist. En ja. Wat is mooi, welke sfeer hebben we nodig, hoe moet het heten? Dus in zo'n flow van zelf stil worden en dan kijken wat daarbij past. Want we wilden niet, Chris en ik, niet 20 minuten stil zijn hier voor de camera. Een beetje onnozel. Dus ik vond het voor mezelf heel verrijkend. Mijn dank daarvoor. En hier was het natuurlijk meer praktisch en aanpakken. En was het leuk, heel makkelijk met Chris. Ik ben hem ook heel dankbaar. Ik heb een cadeautje meegenomen voor hem. En zo super dat dat hier kon. Ik denk wat mooi, hè? Dat je dus in een kerk zoveel verschillende dingen kan hosten. Voor elk wat wil. Ja, mooi. Ja. Hoe heb je deze kerk ervaren? Want het is natuurlijk ook het gebouw. Het gebouw, om hier te zitten in deze ruimte. We hebben natuurlijk sinds nog niet zo lange tijd. Hè? Dus hier een plek van gemaakt waar mensen kaarsjes kunnen opsteken. Ja. En nu is het eigenlijk ook nog weer geworden tot meer een ruimte voor meditatie. Hoe ervaar je deze plek? Dit is heel besloten. Ja. Heel lekker met die kerkbanken. Maar we waren natuurlijk ook wel een beetje aan het werk. Dus ik heb zelf niet dat ik op dat bankje lekker totaal kon wegzakken. Nee. Met het blik op de Madonna. Maar het is wel een soort veilige plek, vind ik, in de kerk. Ja, mooi. Ja. Want dat is natuurlijk ook fijn voor de toekomst. Omdat er ook wat in te houden. Hè? Dus ja, het is, zou het zeker doen. Het voegt iets toe. Ja, wat voegt het eigenlijk precies toe? Hè? Je hebt het binnenruimte genoemd. Ja. Waarom heb je het eigenlijk binnenruimte genoemd? Omdat, daar hebben wij samen over gesproken. Ik had zelf erg behoefte aan wat minder verbaliteit en meer stilte. En ja. Die is in ieder geval voor mij persoonlijk meer makkelijker te vinden in de binnenruimte. En deze tijd leent zich erg ook voor introspectie en deze COVID-tijd bedoel je? Of? Nee, ja, ook. Ja, dat krijgen we er gratis bij, helaas. Maar de 40 dagen tijd, hè. Er zijn mensen die ook vasten, die minder social media doen, die zich ook een beetje terugtrekken uit het drukke leven. Ja. En daar hoort binnenruimte bij, voor mij. Ja. Ja. Wat is jouw binnenruimte? Mijnes. Mijn binnenruimte is een onzekere, verlangende zoektocht naar de essentie van mijn leven. Dat klinkt een beetje groot en dat is niet erg. Maar zo gaat dat met zoeken, iets vinden, denken iets te vinden, mijn pad gevonden hebben en het gaat dan toch weer anders. En dat speelt zich hier in hart en ziel en ook een beetje geest, maar vooral hart en ziel. En is het dan, doe je het helemaal in die binnenruimte of doe je het ook met datgene wat van buiten aan wordt gereikt in die binnenruimte? Of wat, dat ben ik altijd. Ja, dat komt natuurlijk vanzelf binnen. Ja. Ik weet niet of je dat herkent. Ik in ieder geval, maak ook een filter met wat ik allemaal wel en niet toelaat of kan gebruiken. Hè, als voorbeeld, al jouw mooie filmpjes. Ik voel gewoon bij sommigen, denk ik, wauw, dit is voor mij bestemd. Dit is mooi. Dit is op mijn hartniveau, bij wijze van spreken. Of mijn mentale niveau, vraag. En anderen die filteren vanzelf eruit, omdat het niet voor mij bestemd is. Dat blijft het op een afstand. Ja, voor sommige elk mens dingen anders. Heb je, denk ik, meer nodig. Ja. Ook in jouw werk. En voor je persoonlijk leven. En anderen heb je minder nodig. Ja. Zo denk ik dat die binnenruimte wel gevoed wordt.
En ik let er ook wel op dat ik het niet overvoer. Ja. Want daar heb dan sluit je je af. Dan zet je de deur even op. Ik laat het passeren of ik zeg iets af. Of, ja. Dus daarin voegt het echt wat toe. Dus we zijn natuurlijk heel erg ook in onze protestantse traditie altijd met het woord bezig en met overdracht. En dit is een moment waarop je stilstaat bij, ja, waar komt het eigenlijk allemaal binnen? En wat komt er binnen? En wat raakt me? En wat? En wie heeft mij iets te zeggen? Ja. Zelfs zo van, God zeg het maar. Waar ben je? Praat je tegen mij? Of? Ja. En dat is echt fijn om dat soms te kunnen zeven en dan... bijvoorbeeld uit een preek of uit een boek of een essay of iets te voelen. Ja, maar wat is de essentie voor mij hierin? Erbij stilstaan. Ja. 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 Mooi. En ook opruimen. Hè? Ja. Ook. Ja, ja. Het stapeltje hier leggen. Zeg ik, oh, dit is niet voor mij. Dat wel en dat niet. Selecteren. Ja. Dus zeven. Ja. Ja, zonder een oordeel, hè, van goed of fout. Maar wat is goed voor jou en voor mij is iets anders goed. Ja. Waarschijnlijk. Dat kan ook elk moment weer anders zijn. Ook dat. Ja. Ja. Mooi. Ja. 40 dagen tijd, we leven naar Pasen toe. Ja. Hoe kijk jij naar Pasen? Wat is Pasen voor jou? Ja. Het is gek, het eerste wat bij mij opkomt nu, omdat die COVID zo pregnant is, hè, zo voorgrond, zeg ik heel circulier ongezellig. We kunnen niks, niet gezellig met vrienden aan een lange tafel, niet naar de kerk, niet zingen, wat kan er allemaal niet? Maar als ik dat opzij leg, en ik denk Pasen overal, wat het langer voor mij betekende, is, ik weet dat jij daar niet zo erg van houdt, maar het zware en het lijden, en dan daardoorheen en naar het licht. Ik hou dus heel erg van zwaar en lijden. Je houdt van zwaar en lijden. Ja, ik hou ook van dat soort muziek. Ja. En jij zei laatst tegen mij, oh god, het gaat altijd over die. Maar ik hou daar heel erg van. En dat dan meegaan in die beweging met zo'n Stabat Mater die Chris en ik ook hebben ingevoegd. Dat dramatische, ook in het verhaal, maar ook in ons leven. En dat op wordt getild naar een nieuw begin voor ons allemaal. Het voorbeeld van Christus. Maar ook in ruimere zin. Ja. Dus eigenlijk die soort beweging op de berg op. Ja. Ja, even voor alle helderheid. Dat lijden en die zwaarte van het bestaan juist ook taal krijgt in het paasverhaal is veel betekenend. Ook voor mij, absoluut. Hè? Dus, dat is maar inderdaad dat het natuurlijk vanuit het perspectief van Pasen ook aan het licht komt. Dus datgene wat wij heel vaak willen wegmoffelen, al die kreukels, al die dingen waar we eigenlijk het liefst omheen lopen, komt juist misschien ook wel in zo'n tijd aan het licht. Ja. Om het ook te helen, om het ook perspectief te geven. Dus ik denk dat we dichter bij elkaar staan dan je denkt. Oké, okay. Goed zo. Goed zo. Ja, mooi. Ja. Ja. Nou, zo gaan we Pasen vieren. Ja. Met elkaar. Nou. En dan niet rond een lange tafel, een mooie tafel of met allemaal vrienden, maar misschien ook wel meer in de verstilling. Ja. En wat dat kan betekenen, heb jij ons wel de afgelopen weken laten zien. Dus daar zijn we jou heel dankbaar voor. Blijf bij ons.